op de vrijdagavond Good Night Show. Ik ben Chrissy Tomme en ik heb twee bijzondere Japanse lekkernijen gemaakt. En ik geniet van de zon in Holland. Ik heb Chenanglot en Kieren Ieren gemaakt. Ik heb in een van mijn afleveringen kenbaar gemaakt dat de Surinaamse keuken meer biedt dan de bekende roti, bami, pom en mukse alesi. Ik probeer zeg maar de andere populaire of minder populaire lekkernijen, maar niet minder lekker, proberen te belichten in mijn afleveringen. Vandaag heb ik dus Ireng Ireng en Chenanglot gemaakt. Ik vind deze twee bijzondere Japanse lekkernijen omdat ze op een bijzondere manier worden gemaakt. Althans, met een bijzondere ingrediënt, vooral Ireng Ireng. Ireng Ireng wordt gemaakt van de as van gedroogde rijshalmen en of gedroogde bananenbladeren. En Chenanglot ben ik pas een paar jaar achtergekomen dat het een simpel recept is, alleen gewoon bewerkelijk is om te maken. Ja, waar vind je in Nederland gedroogde rijshalmen? Ik zou zeggen, probeer het bij de tarweboeren en in Suriname probeer het bij de paddyboeren. Ik heb het niet geprobeerd, dus daarom maak ik het ook niet met rijshalmen. Ik maak het dan met as van gedroogde bananenbladeren, omdat ik het voorrecht heb dat ik bananenbomen in mijn tuin heb. Ik heb een paar jaar geleden met liefde een plantje gekregen en de liefde heeft zich vermenigvuldigd. Elke winter slaapt het en elke lente komen er ineens nog veel meer bomen bij, waardoor in de zomer heel veel trotse bananenbomen wapperen in mijn tuin. Het is erg mooi om naar te kijken en ik ben er trots. Chenanglot daarentegen heeft maar 3 of 4 ingrediënten, maar zo bewerkelijk in de zin van het is beslag die je moet verwerken tot snijbare pudding. En voordat het de structuur heeft van snijbare pudding zijn we echt uren verder. In mijn herinnering opgroeien op de plantage als iemand een bijzonder feest heeft zoals een bruiloft, dan helpen bijna de helft van de plantagebewoners mee met het voorbereiden van het feest. Naar mijn herinnering herinner ik mij dat de rijst of kreesrijst door een groep mensen gestampt wordt of verwerkt wordt tot meel. En dan wordt het beslag op een hele grote wok op houtvuur samengedraaid om het structuur van om chenanglot te maken, om uiteindelijk de juiste structuur te krijgen, lijkt voor mij heel lang. En daarom dacht ik altijd, dit zal ik nooit kunnen maken, omdat je heel veel hulp nodig hebt. Maar enkele jaren geleden, toen ik mijn boek geschreven heb, dacht ik, als ik voor 4 personen maak, zal het nog simpeler zijn. En het is inderdaad simpel qua recept, maar je blijft draaien. En gelukkig, zeg maar, de laatste uren, zodra de pudding al wat dikker is, kan je het even laten sudderen en af en toe om bakken. Maar het neemt wel tijd en geduld. Kijk maar hoe ik het gemaakt heb.
Iren, Iren, de mond van me zit. Jangan bloe, de mond van me zit. Jan fest no ak, yo ayo kawe. Sue, sue, nan ten yopo. Pirang karo. Beras kopimu, telong karung, tata tenane.
Erg simpel, maar toch bewerkelijk. Vooral Chinang Lot. Die neemt echt uren in beslag voordat je een structuur krijgt. Irang moet je echt met de heilige ingrediënt maken. En dat is dus de as van gedroogde rijshalmen of van droge bananenbladeren. Helaas niet te bestellen in Nederland, vooral Irang. Ik weet wel van Chinang Lot, maar toch is het zeldzaam. In Suriname vooral op zondagmarkt te koop en heel veel Facebookpagina's bieden ook lekkernijen. Probeer het ook zelf te maken. Alle ingrediënten zijn te koop in de toko's. Ik ga mijn vlog afsluiten met een nieuwe woord die ik gezien heb en dat is flexit. Flexit is als je van flexibel vegetarisch naar volledig vegetarisch ben overgestapt. Dan ben je dus flexit bezig. Heel veel succes met het maken en tot volgende week.